Ik ben Ellen Jansen, klinisch neuropsycholoog en promovendus bij het expertisecentrum hersenletsel en neuropsychiatrie van GGZ Oost-Brabant en bij Universiteit Maastricht. Ik doe onderzoek naar PTSS bij mensen met niet aangeboren hersenletsel, zoals door een verkeersongeluk of een beroerte. Ongeveer 11-25% van deze doelgroep heeft een PTSS over het letsel. Er is nog relatief weinig wetenschappelijke kennis over de behandeling van traumaklachten bij deze doelgroep. Behandelaren zijn soms terughoudend omdat ze denken dat patiënten de behandeling niet aankunnen, bijvoorbeeld vanwege de prikkelgevoeligheid of de cognitieve stoornissen. Daarom hebben wij onderzocht of EMDR toepasbaar en effectief is bij mensen met niet aangeboren hersenletsel en PTSS. We hebben daar twee studies voor gedaan. Eén waarbij we terugkeken in de dossiers naar behandelingen die al eerder waren gedaan met 16 patiënten en één experimentele studie met 4 patiënten. De meeste deelnemers hadden een traumatisch hersenletsel, zoals door een verkeersongeval of een beroerte. En bij meer dan de helft van de deelnemers was het trauma het hersenletsel zelf, maar ook andere trauma's zoals seksueel geweld kwamen voor. Uit de resultaten blijkt dat het standaardprotocol goed toegepast kon worden. In de eerste studie was er bij 81% van de patiënten een significante daling in de traumaklachten. En in de tweede studie bij alle 4 de patiënten, met behoud van effect na 3 maanden. We hoefden weinig aanpassingen te doen. Soms werd de sessieduur ingekort vanwege vermoeidheid. En bij 1 patiënt met een taalstoornis hebben we de instructies van het protocol vereenvoudigd en de SUT- en VOC-schalen visueel gemaakt met het kinderprotocol als leidraad. In de klinische praktijk merken we dat bij deze doelgroep de informatieverwerking langzamer gaat en dat men sneller moe is, waardoor er meer tijd en herhaling nodig is in de behandeling. Oogbewegingen kunnen soms niet vanwege de gevolgen van het letsel, maar dan zijn er genoeg andere afleiders die je kunt toepassen. Dit kun je samen met je patiënt onderzoeken. Alhoewel er vaak beperkingen in het werkgeheugen zijn, merken we dat ook dan het werkgeheugen best flink belast moet worden. Dus een tip voor de praktijk is om te zorgen dat er echt voldoende werkgeheugenbelasting is. Wees daar creatief in en onderzoek dat samen met je patiënt. Kortom, er zijn geen grote of ingewikkelde aanpassingen nodig in de behandeling. Ook mensen met hersenletsel profiteren van EMDR-therapie volgens het standaardprotocol.